lijkt wel alsof ik Discovery Channel aan presteren ben. Mijn naam is JJ Boske en welkom op het Lifestyle kanaal Day One. En vandaag gaan we weer een hele nieuwe oefening bespreken. We gaan vandaag de pull-up bespreken. Die is goed voor je rug, voor je brede rugspier, voor je vleugels. En we kennen hem natuurlijk allemaal uit meerdere films van Rocky. Wie wil hem niet kunnen? Iedereen wil hem kunnen. Daarom ga ik hem vandaag voordoen. En hierna zal jij hem nooit meer fout doen. Let op. Zorg dat je, zoals ik, een opstapje hebt voor als je niet te groot bent. Pak de stang breed beet. Ga niet helemaal uithangen. Maar zorg dat je onlok zit. Zodus dat je met je schouders, met je schouderkoppen, omhoog gaat. Wat is belangrijk? Dat je dus je hoofd wat verder van de stang houdt en dat je altijd aangespannen blijft. Ik zie een heleboel mensen die willen gaan hangen, zo, en die proberen dan omhoog te komen. Heb een goede brede grip, pak hem goed beet, ga hangen, sterk, hop, en omhoog. 1. En omhoog. 2. Dit is een hele goede oefening voor je hele rug, maar probeer niet slap te gaan hangen, maar met je schouderbladen strak te staan en daardoor met je schouderbladen ook omhoog te komen en naar beneden. Dus je probeert niet in een soort van dode hang te komen, maar schouderbladen strak naar elkaar toe en daarmee omhoog komen. 556, 557. De pull-up is natuurlijk niet de meest spectaculaire oefening om te zien, maar hij is wel heel effectief en past in elk trainingsschema. Mocht jij nou denken, hey, ik ben te zwaar om mezelf meteen omhoog te tillen, vraag dan even aan iemand om hulp om je bij je benen vast te pakken of ga op zoek naar een apparaat dat contragewicht geeft in jouw sportschool. Tot volgende week. Later.